Deze video-uitleg behandelt de manieren waarop werkloosheid kan worden bestreden. Het is handig om van tevoren even te kijken naar welke vormen van werkloosheid er zijn. Dat je die goed op een rij hebt, want dan heb je ook meer aan deze uitleg. En als je die video over de soorten werkloosheid bekijkt, maak dan ook meteen even aantekeningen. Zodat je precies weet welke dat zijn. Oké, oplossingen voor conjunctuurwerkloosheid. Hoe zou dat kunnen? Nou, conjunctuurwerkloosheid heeft te maken met het feit dat wij te weinig dingen kopen. Daardoor wordt er minder geproduceerd en worden er mensen ontslagen. Hoe kan de overheid er nou voor zorgen dat wij weer als burgers meer gaan uitgeven? Dan kunnen ze de belastingen verlagen, want als de belastingen verlaagd worden, houden we meer netto loon over, gaan we meer uitgeven. En wat de overheid ook kan doen is zelf meer geld uitgeven, bijvoorbeeld door bruggen te laten bouwen. En op die manier wordt er dus meer geld besteed, uitgegeven en neemt de conjunctuurwerkloosheid weer af. Dus, wat moet er gebeuren? De vraag naar goederen en diensten moet worden vergroot. En dat kan dus door het verhogen van de inkomens, bijvoorbeeld door de belastingen te verlagen of de sociale premies te verlagen, of door het verhogen van de overheidsuitgaven, bijvoorbeeld dus door bruggen of wegen aan te leggen of door subsidies te verlenen aan bedrijven, bijvoorbeeld. Hier zie je een fabriek en deze fabriek maakt heel veel gebruik van robots. Je kan je voorstellen dat als er veel gebruik wordt gemaakt van robots, dat dan de productie sneller gaat en dus goedkoper. Daardoor worden de auto's die in deze fabriek gemaakt worden ook goedkoper. En dat kan betekenen dat meer van die auto's verkocht worden, zodat er uiteindelijk weer meer mensen in die fabriek nodig zijn om meer van die auto's te maken. Dat zou er kunnen gebeuren. Wat ook kan gebeuren is dat een fabriek bijvoorbeeld vol staat met mensen. Hier zie je een fabriek in China. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat in China de lonen laag zijn. Dus vandaar dat er in China in verhouding veel gebruik wordt gemaakt van mensen in de fabrieken en minder van machines. Want mensen zijn in verhouding goedkoper dan machines. Nou, dan komen we meteen uit op de oplossingen voor structuurwerkloosheid. Dat heeft te maken met hoe er geproduceerd wordt. Wat kan je doen? Je kan het vergroten van de vraag naar goederen en diensten. Dat doe je door innovatie. En innovatie, dan bedoel ik dus bijvoorbeeld meer gebruik maken van machines. Dan wordt het dus goedkoper om te produceren. Dan worden er meer producten verkocht. En dan zijn er dus weer meer mensen nodig in die fabrieken. Of het kan zijn dat je ervoor moet zorgen als overheid dat lonen, dus dat mensen in dienst nemen, minder duur wordt voor bedrijven. Dus door bijvoorbeeld de belastingen te verlagen, dan hoeven bedrijven dus eigenlijk minder loon te betalen. En houden mensen toch hetzelfde netto loon over. En dat betekent dus dat productie met mensen goedkoper wordt en dat ze dus meer mensen gaan aannemen in plaats van machines. En dan wordt de structuurwerkloosheid opgelost. Een andere oplossing is verlenging van de bedrijfstijd. Wat bedoelen we daarmee? Ik leg het uit aan de hand van een busbedrijf. Stel, ze hebben een bus gekocht, deze bus voor 500.000 euro. En met die bus kan je sowieso 5.000 uur rijden. Wat kost die bus dan per uur, even los van de persoon die erin zit en alle andere aanvullende kosten? Alleen om die bus die er zo is rond te laten rijden, kost dat minimaal 100 euro per uur. Stel nu dat je niet met die bus 5000 uur, maar bijvoorbeeld 10.000 uur kan rijden, dan begrijp je wel dat die bus dan opeens nog maar 50 euro per uur kost. En zo zie je dat verlenging van de bedrijfstijd, in dit geval van 5000 naar 10.000 uur, invloed heeft op de kosten van, in dit geval deze bus, maar het zou ook een andere machine kunnen zijn. Nou, wat zijn dan ook oplossingen voor structuurwerkloosheid? Dat zijn verkorting van de arbeidstijd en verlenging van de bedrijfstijd. Wat bedoelen we met verkorting van de arbeidstijd? Nou, stel je voor, in een fabriek werken mensen normaal 40 uur per week. Nu gaan ze allemaal 36 uur per week werken. Dan betekent dat de arbeidstijd van die mensen is verkort. En dan zou het kunnen betekenen dat er extra mensen worden aangenomen om eventueel die 4 uur die overblijft te kunnen opvullen. En zo hebben meer mensen een baan. Het zou ook kunnen betekenen dat er normaal mensen zouden moeten worden ontslagen. En dat als iedereen minder uren gaat werken, kan worden voorkomen.
Verlenging van de bedrijfstijd, dat gaat net ook over die bus. He, dus als de bus meer gaat rijden, dan kost het per uur minder. En zo is het dus ook met bijvoorbeeld machines. Als je machines langer aan laat staan en langer achter elkaar laat produceren, dan wordt die machine per product goedkoper. En zo kan je er dus voor zorgen dat die productie goedkoper wordt en dat je, als je dan de prijs van dat product verlaagt, er meer van kan verkopen en zo dus weer meer mensen in de fabriek nodig hebt, omdat namelijk er meer geproduceerd moet worden. En zo los je de structuurwerkloosheid op. Als laatste, wat is nog een oplossing voor structuur- en frictiewerkloosheid? Nou, bijvoorbeeld stel nu, er is een bakker werkloos en je hebt een slager nodig. Dan kan je die bakker omscholen tot slager. En dan heb je die werkloosheid van die bakker opgelost. Dus bijvoorbeeld door scholing kan je die werkloosheid kan je oplossen. Tot zover deze oplossingen. Word vooral ook even lid van mijn YouTube-kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's die ik post. Doei!